Morgen, eigenlijk goedemiddag, het is ongeveer 1 uur. Ik ben net wakker samen met Nessie. En wij gaan even ergens lunchen. Nessie had zin in een omeletje. En we hebben eigenlijk geen boodschappen meer. Vandaag krijgen we onze boodschappen thuis bezorgd. Dus we gaan even lekker buiten lunchen. En daarna krijg ik als het goed is mijn boodschappen binnen. Ik heb vanochtend geld verdiend. Gewoon random. Ik heb in 20 seconden 150 euro verdiend. Nou, Nes? Ja, jij moet het vertellen, dat is jouw. Ja, dat is vet raar om te vertellen. Nu gaan ze wel afbellen hoe is dat gedaan. Ja, want nu denken ze nog ergere dingen. Iedereen gaat zeggen, dat wil ik ook. In 20 seconden is het ook. Dat durf het niet eens te vertellen. Het is zo stom. Kom eens hier. Laat je ze raden wat het is en dan misschien vertel je het aan de volgende vlog. Kom eens hier. Jullie mogen raden, hoe denken jullie? Mag ik mijn hoofd ook erbij schrijven? Ja, je moet zo bukken. Ja, anders ga ik toch zo, dat kan toch ook niet? Ik sta wel hier. Ja, maar, ja. Hoe denken jullie? Geef anders opties. A, B, C. Oké, hoe denken jullie dat Mirjam in 18 seconden... 20. Oké, 20 seconden 150 euro heeft verdiend via mij? Ja. Oké, dus is het A? Heb ik 20 seconden lang mijn tong in haar oor gestopt? Voor 150 euro? Is het B? Ja. Heb ik 20 seconden lang haar tepel vastgehouden voor 150 euro? Of is het C? Ja. Heb ik 20 seconden lang haar voeten gekieteld tot ze dood ging van het huilen? Nou, wat denken jullie dat het is? A, B of C? Laat het even weten in de comments. Laat het weten hieronder in de comments. En in de volgende vlog laten we weten wat het is. Ik heb dus 150 euro verdiend en nu ga ik Nessie trakteren op een lunch. Rijden is echt is altijd een zo afgelegen plek om te gaan lunchen. En daar zijn we nu weer. Is onze laat, hè? Vaste undercover lunchplek hier. Lekker. Hoe laat is het dan? Het is kort over 1. Valt toch nog mee? Oh, ik heb echt wallen, jongen. Niet normaal. En ik moet mijn nagels nog doen. Ik heb lekker een cappuccino besteld. En Nessie neemt mij vroeger altijd na en bestelde ook eigenlijk een cappuccino. En vandaag moest hij van mij een koffie verkeerd bestellen. Weet je waarom? Nou. Hij bestelde een cappuccino en dan pakte hij lip en ging hij helemaal roeren tot de schuim eigenlijk wegging. Want hij had geen zin in schuim. Dan dacht ik van ja, kan je beter toch een koffie verkeerd bestellen? Ja, maar ik wist niet dat het bestond. Zo, dit ziet er echt goed uit. Heerlijk. Ze hadden hier dus allemaal omeletjes en uitsmijters, maar alleen met... ham, kaas en rosbief en zo, dat wouden we niet. Dus hebben ze voor ons speciaal een groenteomeletje gemaakt. Echt lief. Ziet er echt super goed uit. Katjes krijgen één keer in zoveel tijd natte voer. Dat zou braaf zijn. En dan worden ze helemaal gek als ze dat ruiken. Nee, Lira. Hoe is dat nou? Wat is dat nou? Wat is het nou? Kijk. Ze worden helemaal gek. Dit is op de grond. Zo'n vuilnisbakje moet ik altijd terug. Nee, Lira, nee, nog niet. Even wachten. Ik kan nooit wachten. Kom. Eraf, Loeloen. Tot zo. Je mag het zo eten, kom. Wij zijn dus net weer thuis. We hebben echt lekker gegeten. Ze hebben een speciaal omeletje voor ons gemaakt, hè, Nesje? Ik heb even de verwarming aangedaan, want het is best wel koud. En het is echt rot weer. Het regent echt kapot van buiten. Kom maar. En we gaan de katjes nu voeren. Ekken. Nou, deze dikzak hoef je niet te zeggen dat ze moet eten, hoor. Lekker, hè? Ze smekken dan. Knapperd. Zo, ik heb mijn haar vandaag trouwens niet gedaan. Dat zie je ook echt. Maar ik ga even de vaat uitpakken. En weer inpakken. Ik had gisteren nacht de vaat gedaan. Toen heb ik daarna nog een aardappelsalade gemaakt. En dan zit je keuken er weer zo uit. Gaat echt zo snel. Dus ja, ik ga even snel opruimen. Daarna ga ik denk ik stofzuigen. En als het goed is, krijg ik dan mijn boodschappen binnen. Wanneer gaan wij het uitmaken? Dat is een goeie. Ben je morgen thuis? Ja. Morgen? Dan ga ik vandaag nog even alles kopen. Hoeveel taart wil je maken? Nee. Zo'n regenboog, unicorn-achtige taart, zoiets. Dat lijkt mij wel leuk. Iets wat wel gewoon lekker is, man. Gewoon een chocola of zo. Maar vorige keer hebben we al chocolade koekjes gemaakt, hè? Ook een beetje kleurrijk. Is ook wel leuk om te zien voor de kijkers. Ja, waarom maak ik dan niet zo'n framboosstaart of zo'n aardbeidtaart? Oh, dat vind ik wel leuk. Ken je in de taal met al die vruchten erop? Zoiets? Met gelei. Ja? En dan gewoon echt zo'n fruit erop. Ja,
Ik denk als wij dat gaan doen, dat het echt smerig gaat worden, man. Nee, ik ga het wel vertellen. Of zo'n dingen. Zo'n gekke Oreo-taart of zo. Of Shikirka-taart. Maar je kunt op Pinterest kun je dus allemaal taarten op zo'n wat je wil maken. Oreo-cheesecake. Ze hebben echt heel leuke ideeën daar. Maar ik wou dus iets vertellen voor in mijn vlog. Ik en Nessie hebben dus besloten om vanaf nu online boodschappen te doen. En dat is eigenlijk zo, omdat 9 van de 10 keer moet ik eigenlijk alleen boodschappen doen omdat Nessie gewoon niet thuis is. En als hij 1 keer thuis is, heeft hij gewoon geen zin om boodschappen te doen. Toch, Nessie? Jij kan toch altijd nu zo boodschappen doen? Hè? Jij kan nu altijd zo boodschappen doen, toch? Ja. Dus wij hebben besloten om gewoon vanaf nu online boodschappen te doen. Want ten eerste, 9 van de 10 keer deed ik het alleen. En ten tweede, ik kon gewoon al die zware spullen gewoon op mijn tillemeentje. Denk aan kattenvoer, kattenbakvulling, flessen, drinken. Gewoon al die dingen. Ik kan het allemaal niet alleen kopen. Dus we hebben hiervoor al eens geprobeerd om online zeg maar boodschappen te doen. Via Albert Heijn en Jumbo. Maar het heeft niet echt goed gewerkt. Tenminste, wij vonden het niet echt prettig. Want je moest ook nog verzendkosten betalen. En je moest nog betalen voor de kratten. Dus wij kwamen op ongeveer 20 à 30 euro gewoon duurder uit om online dan boodschappen te doen. Dus waren we mee gestopt. En nu hebben wij dus vanaf september heb ik eigenlijk een nieuwe app. En dat is trouwens geen probleem. Hoe lang heb je dan gewacht op die wachtlijst? 2 maanden. Hoi, op zich valt het nog wel mee achteraan. Ik zat op nummer 4000. Maar ik heb dus een app gedownload. Dus 4000 mensen? Ja. Voor jou hebben ook een jaar gekregen? Ja. Besef hoe fucking veel klanten die mensen hebben. Ja. Maar ik heb dus een nieuwe app en die heet dus Picnic. En daar kun je dus online gewoon boodschappen doen. En als jij dus boodschappen doet boven de 25 euro, krijg je gratis verzendkosten. En je hebt verder ook geen extra kosten eigenlijk. Dus je doet gewoon lekker boodschappen online. Ze komen het zo brengen. Ik kan nu ook gewoon volgen waar de bezorger op het moment is. Ik weet gewoon nu waar de bezorger nu rijdt en zo. En je krijgt ook heel vaak gratis dingetjes in je mandje. Dus dat is echt heel erg leuk. Er staat nu bijvoorbeeld van, we zijn er tussen 4:10 en 4:10. Dus ja, ik ben hier echt blij mee dat ik dit heb ontdekt. Het is trouwens geen promotie of wat dan ook, maar ik ben hier echt oprecht blij mee. Want ik hoef gewoon nooit meer boodschappen te doen. Ik kan het allemaal lekker online doen. Voor dezelfde prijs. Dus echt ideaal. Top. Dankjewel voor de service, Picnic. Ik hou jullie op de hoogte zoals ze langskomen. En dan ga ik jullie allemaal laten zien wat we hebben gekocht. Ik heb wel opgemerkt dat ze zeg maar niet alle merken online hebben, Hennis. Ja. Ze hebben niet echt een heel erg uitgebreid assortiment zoals bijvoorbeeld bij de Albertijn. Maar ze hebben wel halal vlees. Maar ze hebben wel halal vlees. Dus ook gewoon voor de moslim onder ons. Je kan gewoon daar echt boodschappen doen. Dus ja, tip misschien voor iedereen. Kijk hier, halal vlees. Het is wat wij hebben besteld. Dus ik ben benieuwd. We hebben boodschappen gedaan voor de eerste keer voor 70 euro. Nessie heeft gewoon binnen 2 dagen zijn H&M pakket binnen. En waarschijnlijk is het ook nog een leuke ook nog. Want ik wou dus van de Moschino collectie wel weer oorbellen. Die heb ik niet gescoord. En Nessie wou... Wat wil jij voor mijn jasje? Nee. Een trui? En boxershorts. En hij heeft het gewoon vandaag binnengekregen. Brandon moet te filmen, maar het was dus de bestelling van Nessie. Eerlijk, deze boxershorts is wel echt super gaaf. Ik heb de vaat gedaan. Heerlijk. Ik ga nu denk ik even een koffietje zetten. En dan ga ik wachten tot de volgende postbode er is. Jongens, onze boodschappen zijn binnen. Super handig. Zullen we even samen uitpakken wat we hebben allemaal gekocht? Unboxing. Ja, dat moet ik alles laten zien. Ja, tuurlijk wel. Dat is gewoon leuk. Ik ga het versnellen. Nou. Flesjes water. Flesjes water. Afwasmiddel. Brood. En rijst. Ik ga ook gelijk gewoon alles op de juiste plek neerzetten. Een tonijnpizza. Aluminiumfolie. Dat zit er nog zo vaak mee. Niet zo sarcastisch, hè? Wel, ik heb echt altijd mee. Zeg, wat ik had nog weer in de boodschappen? Ja, soms. Je bent er bijna nooit. Oh, je dinar. Je vijgen. Siroop met 0% suiker. Je vijgen. Oh, die ga ik echt zo eten. Ik had die zo ziet er best wel goed uit, want ik had ze echt slecht verwacht. Nee, echt. Ik ben er blij mee. Hier, kijk, de paprika mix. Zo leuk. Zo. Kijk, even veel paprika. Ik wist dat ik zoveel kreeg. Ik dacht gewoon dat ik 1 groene, 1 rode en 1 oranje kreeg. Maar ik kreeg zoveel. En ook schab halali. Wat doen we alles in de zakjes van deze? Ja. Bananen. Dat ziet er wel echt allemaal heel vers uit. Daar ben ik zo blij mee. Ik heb wel even wat er allemaal in zit. Ui. Oh, granaatappel. Peterselie.
kaas, broccoli. Oh nee, er zit er onder nog één broccoli, maar die moet je echt weggooien. Witlof, en ik ben de enige hier die witlof lust. Nee, die lust dat niet. De sla. Ik heb een ander soort sla gekocht. Huh? Oh, die hebben we gratis gekregen. We hebben dus gratis tomatensoep gekregen. Ik heb olijven gekocht. Garnaaltjes. Oh, die zien er echt wel klein uit. Spergebontjes van die dunne. Ze heet haricots. Haricots, ik weet niet of ik het uitspreek. Hummus. Garnalensalade. Heb ik cherry tomaatjes. Komkommer. Aubergine. Ik heb maisbrood gekocht. Boerenmais. Meer granenbrood. Ik heb die besteld. Nee, je hebt speldbrood gekozen. Nee, dat is niet. Ik heb mais. Jij hebt speld gekozen. Ik heb nooit speldbrood gekozen. Nee, ik zweer dat deze gekozen. Oké, nou, maisbrood. Wat maakt het uit? Dat heb ik gewoon zelf de smaak. Ik heb Buggles chips gekozen. Mooi, hè? Blikje mais. Oh, we hebben het ook gratis gekregen. Oh, speculaas met een koffie. Speculaaskoekjes. Ik ga stuk. Zeven tomaten. Oh ja, die heb ik wel gekozen. Ik ben het gewoon vergeten. Schaaleieren. Nou jongens, Nessim gaat vandaag koken. Wat ga jij maken? Wat ga jij maken? Pizza tonijn. Hij zegt van, ik wil een pizza tonijn maken. Gaat hij naar de oven lopen, gaat hij zeggen... Je helpt me niet eens bij het koken. Je hoeft alleen maar dat ding aan te zetten. Doe dan. Je hebt het toch al gedaan? Dat is toch geen koken? Kijk hem stoer doen dan. En zo heeft mij een beetje genaaid. Want ik dacht dat we samen gingen eten vandaag. Maar hij had gewoon afgesproken met zijn vrienden. Ik heb dat gisteren al gezegd. Ja, maar ik was het vergeten. En ik was gewoon happy omdat we vandaag boodschappen kregen. En dacht ik, gaan we samen koken. En hij gaat dus met zijn vrienden eten. En als ik alleen ben, heb ik gewoon geen zin om te koken voor mezelf. Dan kook het voor mij. Maak gewoon pizza samen. Ik kan niet eens zien aan pizza. Eet gewoon pizza. Dit is gewoon, dit is echt hoe het allemaal aan toe gaat in dit huis. Als je zeg maar, zelfs als die camera niet aanstaat, dan zijn we gewoon echt zo. Met de katten dansen. Kom, we gaan met die katten dansen lachen. Waar zijn die katten? Oh, die wil het makkelijk om mee te dansen. Ze gaat gewoon liggen, ze wil niet eens. Kom, kom, kom. Dit is onze family dance. Oh, die voelt oh, die is boos. Oh, die nou vindt het altijd wel leuk. Nu lekker samen even een pizzaartje eten. Date night. En daarna gaat Nessie me verlaten. Nou. Ja, ja. Yummy. Waar ben jij? Oké. Waar ben jij? Nes! Hoe ga jij je hier verstoppen? Ik ben echt kinderachtig. Ik zie van je. Die gaat goed te wel. Ik ben inmiddels alleen thuis. Ik lig lekker op de bank met een dekentje. Ik zit lekker water drinken. Lekker gezond. Ik ga zo even een vlog editen die morgen online komt. En daarna ga ik even een slaatje voor mezelf maken. En een serie zoeken op Netflix. En dan vermaak ik me wel deze avond dat Nessie terugkomt. En dan ga ik rustig aan naar bed. Dat is eigenlijk de planning voor nu. Ik denk dat ik verder eigenlijk ook niks ga doen. Behalve chillen op de bank. Dus ik denk dat het voor jullie ook niet meer zo interessant is om naar te kijken. Dus ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. Willen jullie vaker dit soort vlogs zien waar ik eigenlijk helemaal niks doe? Laat het dan vooral weten in de comments. En vind je eigenlijk vlogs leuk waarin ik eigenlijk best wel
een volle planning heb, laat het ook weten in de comments. En maakt het je eigenlijk helemaal niks uit wat ik maak en kijk er toch al mijn video's. Laat het ook weten in de comments. Ik vind het wel leuk om te weten. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. En ik zie jullie bij de volgende vlog. Doei!